Was het overschatting of onderschatting? Met zo'n uitslag zou je kunnen denken aan omkoping. Een wedstrijd waarop gegokt kan worden, waarvan je zelf financieel dus beter wordt. Hey Dennis, ik had wel gedacht dat je met een BMW aan zou komen rijden. Nee, helaas niet. Ik moet het nog met mijn Peugeotje doen. Die wedstrijd was niet verkocht. Het lag helemaal aan onszelf. Ja, zijn er veel mensen geweest die dat vandaag aan jou gevraagd hebben? Van, is die wedstrijd verkocht? Nee, dat valt mee, maar ik zou wel kunnen begrijpen dat als dat bij mensen opkomt, ja. Na een slechte nacht met weinig slaap is Dennis Moller, de goalie van de Kemphanen, er wel uit. Ik denk, ja, het is natuurlijk een combinatie van spanning en we zijn een heel jong team. En ik moet ook toegeven, Geleen heeft denk ik wel echt de beste wedstrijd gespeeld van heel een seizoen. En we beschikken toch over iets meer ervaring en oudere jongens. En ja, en het publiek, ik denk dat er ook heel veel hier we spelen in Geleen. En, ja, dan kunnen deze dingen gebeuren, rare dingen. En we hadden natuurlijk ook veel pech. En het hoort erbij. Mastercoach Mark Lammers heeft wel een sportpsychologische verklaring voor dit verlies. Ja, ik als coach heb het wel vaker meegemaakt. Dat aan beide kanten dat je denkt van nou, dit gaan we makkelijk winnen en dan verliezen. Maar dan denk ik achteraf denk ik altijd, ik was zelf niet scherp genoeg. Ik had ze niet goed voorbereid weer op die 0-0 stand. En dat noemen we ook wel rebooten. Hè? Opnieuw eigenlijk je team weer neerzetten en net of doen of die tegenstander weer heel goed is. Ja. Natuurlijk, we zijn allemaal, ja, ik bedoel, ik ben ook wel verdrietig en het is jammer en frustrerend, maar het is nou gebeurd en ik kan er helaas niks meer aan doen. Dennis, ik heb met je te doen. Hier, rij maar in een echte auto. Ja, leuk. Dankjewel. MUZIEK